Hier zijn we terug op het pad met uh, foodiefilm gfx x 50 r dit keer in Gent. Nu gewoonlijk als ik naar Gent ga over de middag om uh, wat aan straatfotografie te doen, dan ga ik meestal het centrum in richting de, de graslijn en dergelijke meer. Dan kan ik makkelijk naar de Vrijdagsmarkt of Sint-Jacobs. Maar dit keer heb ik het anders aangepakt. Het was lang alleen dat ik nog aan het uh, sint pietersstation geweest ben. Het was licht aan het regenen trouwens, wat op zich geen kwaad kan voor de 50-er, want die is uh, Widder Maar dit is dus het sint Peter station Dat is lang niet bereikbaar geweest, uh, of moeilijk bereikbaar geweest met de auto, omdat er daar uh, werkzaamheden zijn. Eigenlijk is heel dat station opnieuw aangelegd. Plein ervoor, uh, heel het gebouw. Dit is het glazen gebouw hier wat dat je ziet van, de, van het station zelf. Ik heb het nog niet van binnen gezien. En ook uh, aan de andere kant staan er ook redelijk wat uh, nieuwe gebouwen. Dus ook als het over architectuur gaat, zal dit denk ik een, een interessante dag worden. Dat zijn denk ik mensen die aan het lessen zijn op de motor. Ik ben zelf ook met de motor. Het gemak daarvan is dat ik gewoon kan uh, op de stoep parkeren. In België mag dat. Een van de locaties waar ik gefotografeerd heb is in, uh, in deze tunnel, wat eigenlijk een tunnel is voor zowel bussen als trams. En aan de zijkant zie je hier, uh, grote panelen met reclame. In die tunnel ben ik trouwens ook op, uh, als ik op de terugweg was, nog een andere fotograaf tegengekomen die ook uh, eigenlijk, uh, zich hier opgesteld had op de tramsporen om zo'n paar foto's te gaan maken. En uh, ja, hier zijn een paar foto's. Ik zal zoveel mogelijk foto's ertussen plaatsen. Ook dit is van de... Ja, die is niet zo goed uitge uitgevallen. Dit vond ik wel een heel mooie foto, waarbij dat je die textuur ziet van de muur. En de licht, door de val van het licht is dat heel mooi. En dit... valt dan mooi op. Dit is een probeersel. Ik had trouwens ook uh, opnieuw de panorama-modus een aantal keer gebruikt en getest. Hier bijvoorbeeld met een TL-lamp die zich leende tot uh, het gebruik van die panoramamodus. Nog een foto vanuit de uh, toren, hier zie, goed het, uh, of vanuit het, hier zie je goed het dynamisch bereik ook van die sensor. Hier ook trouwens, dus je hebt een heel donkere partij uh, aan die zuilen, en dan een heel felle partij waar dat de bus uitkomt, maar met zo de, de silhouet, gewoon door de silhouet van die fietsen daarvoor te plaatsen, is dat een veel sterkere foto vind ik persoonlijk. Iemand die op de bus aan het wachten is. Tekst is iets dat heel veel aandacht vraagt in een foto, dus je leest automatisch die bus. Maar zoals ik al zei, was ik vooral onder de indruk van de vele architectuur die ik nog niet had kunnen bekijken, dus ik heb eigenlijk niet zo heel veel foto's van mensen gemaakt. Uiteindelijk heb ik meer de architectuur bekeken en foto's van de architectuur gemaakt om deze. Om dit gebouw te kunnen vastleggen had ik wel geen, uh, geen lens die breed genoeg was. Ik had enkel de standaard 63 of 68 mm lens. En die heb ik dus ook gebruikt. Maar dan uh, heb ik om een aantal dingen te kunnen fotograferen achteraf op de computer verschillende opnames samengevoegd. Nu, je hebt er wel een vrij, je hebt er wel veel tijd of wel een krachtige computer voor nodig. Dat is opnieuw een panorama. Dat ze met die lijnen zich dat ertoe. Um, maar dus je hebt een krachtige computer nodig omdat je hier geen, geen foto's samenvoegt van 24 megapixels, maar foto's van elk 100. Nee, 50 megapixels, elke 50 megapixels per stuk. Nog een paar abstracte foto's van de, van de gebouwen van de architectuur. Het is nog uh, mijn achtergrond van mijn telefoon die ik gewijzigd had in een foto. Dat is trouwens een foto die gemaakt was met uh, 56-1,2, niet met de uh, camera. Nog wat mensen op straat. Hier zie je ook hoeveel detail je kunt Die, die touwtjes kun je echt, en hier ook in, in, in die gevel van dat gebouw, kun je, Als je dat uitvergroot kunt, heel mooi. Al die details rond die ramen en dergelijke heel mooi zien. Maar dat was het al. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.